U levert aan uw klanten goederen of diensten die u daarna met een factuur in rekening brengt. Voor al uw goederen of diensten maakt u in Snelstart artikelen aan. Om een nieuw artikel aan te maken gaat u naar het tabblad Artikelen en klikt u op de knop Artikelen. De basis voor het invoeren van artikelen is in alle pakketten van Snelstart gelijk. U klikt op de knop Nieuw om een nieuw artikel toe te voegen. In het veld Artikelcode zet Snelstart automatisch een nummer. Dit is altijd 1 hoger dan het hoogst bestaande artikelnummer, maar dit kunt u wijzigen. In het veld Omschrijving vult u de naam van het artikel in. Dit kan dus een fysiek artikel zijn, maar ook een dienst. In het veld Verkoopprijs zet u het basisbedrag waarvoor u het artikel verkoopt. Standaard is dit bedrag altijd de verkoopprijs exclusief BTW, maar dit kan worden aangepast bij de basisinstellingen. Is er ook een inkoopprijs, dan vult u die in. Ook hier geldt dat deze prijs standaard exclusief BTW is. In het veld Omzetgroep kiest u de juiste artikel Omzetgroep. Hiermee koppelt u het artikel aan een omzetgrootboekrekening, waardoor het juiste BTW-tarief bepaald wordt. In het veld Eenheid kunt u tenslotte nog aangeven welke verkoopeenheid u hanteert, bijvoorbeeld per stuk, doos, krat of pallet. Bewaar het artikel met de knop Opslaan.